President Santokki heeft het jaar 2023 afgesloten met een viering waarin de regeringsprestaties en inzet van het personeel van het kabinet van de president voor het voetlicht werden gebracht. Het staatshoofd wees op de positieve ontwikkelingen in de economie, zoals een dalende inflatie, gunstige koers en belastingvoordelen die de koopkracht verhogen. De president wees op de voortzetting van investeringen in de lokale economie en duurzame ontwikkeling voor 2024. Verder onderstreepte hij het belang van eenheid voor groei en sprak hij waardering uit voor allen die hebben bijgedragen aan een succesvol 2023. De Surinaamse regering onderzoekt toekenning van concessies aan Gold Line Mining NV na bezorgdheid over mogelijke goudwinning en vervuiling van de Quarantainrivier. President Santokki heeft besluiten van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen opgeschort in afwachting op een diepgaand onderzoek door de presidentiële werkgroep. De regering streeft naar naleving van regelgeving, milieubescherming en effectieve concessieverlening, ondanks verzoeken van Gold Line Mining NV om de opschorting ongedaan te maken. Een ministersteam samengesteld uit Defensie, ISOIT, TCT, ROS en JUSPOL gaat naar Atjoni als teken van een serieuze aanpak van de plaatselijke situatie. De inzet omvat de inzet van politie- en legermachten om de veiligheid te waarborgen en stabiliteit te creëren met verhoogde surveillance in het Brokopondo-district. Een brief zal naar de procureur-generaal worden gestuurd om een gespecialiseerd onderzoeksteam te vormen voor grondig onderzoek naar recente overvallen bij het Brokopondo-Stuwmeer en Atjoni. Verdere ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd.